Ik dacht dat ik nu met een scoop kwam. Ja, maar je bent oud, hè? Je weet niet beter. Ja, vroeger. Oude verses gaan altijd in de prullenbak. Altijd. Je moet ze wel netjes sorteren, zodat ze gerecycled kunnen worden. Ik dus moet klinkers en medeklinkers gewoon samen. Ja, dat is dus echt niet meer van deze tijd, vriend. Fuck, fuck die shit. En jij bent daar ook bij. Let's motherfucking go! Het nummer Sterrenstof hebben wij geschreven volgens mij op een druilige dinsdagavond. Toen het echt grijs was en goor. Toen we zoiets hadden van, we moeten iets. Een goed nummer, zodat we weer terug op de kaart komen. En de rest, Willy Wartaal. Toen bleek er opeens geen elektriciteit meer te zijn in het dorp. Dus toen moesten we weg. Het was echt super lijp. We zaten toen een soort van net iets ten zuiden van Zwitserland. En zaten we in die auto en toen werden we met open armen ontvangen door... Wie? Ad Visser! Ad Visser. Ja, en die is toen uiteindelijk toch van het nummer afgeknipt. Ja. Ja. Was tijdens het fabriceren, produceren, makereren van het nummer Sterrenstof in de studio, heeft dingen opgenomen. Want waarvoor was hij er? Hij kwam een synthesizer betalen? Brengen. Hij kwam een synthesizer verkopen brengen aan Bas Bron, want Bas Bron die koopt synthesizers. Dus er was ook best wel drama met het nummer. Het refrein van Fred en de muziek ongeveer zoals het nu is, maar... Toen ging het eigenlijk helemaal nergens over, omdat iedereen het over iets anders had. En toen hebben we nieuwe verses geschreven die inhoudelijk aansloten bij wat Fred allemaal aan het raaskallen was. De wereld is verplaatst, ja, op je polenpips na. Toen zei Wibba, ik wil weer die oude verse die niks met Fred's refrein te maken heeft. Want ik had die verse al geschreven voordat hij zijn waanzinnige refrein op wat genomen, dus ik mag dat vinden. Goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. En toen heb ik nog een keer een nieuwe verse geschreven die zowel aan de genialiteit van Fred's refrein raakt als de waanzin en de gritty realness van de verse van Wibba. Vroeger was Young Yeo alleen nog maar Young. Geen rap centjes, geen peper, geen stang. Weet ik niet of ik meega in die lijn van redenatie. Wat is de lijn van redenatie? Want het zou moeten eruit geknipt. Mensen zeggen wel eens. Wat's gebeurd was leuk, maar Sterrenstof heeft jullie echt groot gemaakt. Nee, landelijk. Dat was landelijk. Oh, sorry. Landelijk groot gemaakt. Is dat waar? Nee, dat is zeker niet waar. Want voor Sterrenstof kenden ze mij in Brabant ook al. Daar ook in Groningen? In Groningen ook. Zeeland. Diep in Zeeland. Ja, ken je die nigger Goes? Schiermonnikoog? Hé, hey, allang. Ja. Nee, ik durf wel te zeggen dat Sterrenstof een grotere hit was dan Wat's Gebeurd. Op numbers. Hij heeft het langer gedaan. Hij heeft langere benen gehad, Sterrenstof. De rest is eigenlijk geschiedenis en daarom staan wij 7 juni in deze fantastische plek waar een klein deel van Sterrenstof ook is gefilmd. Je ziet het niet goed. En het gaat heel snel. Als je goed oplet in de videoclip van de jeugd van tegenwoordig, zie je een klein stuk van het Olympisch Stadion voorbij flitsen.